video. Vandaag is de dag dat ik mijn beauty stash laat zien. Dus eigenlijk al mijn make-up wat ik heb, ga ik aan jullie laten zien. Ik ga laten zien hoe ik het dan heb ingedeeld in de IKEA bakjes. Als je mijn vlog nog niet hebt gezien, ik zal hem hierboven even voorbij laten komen, zodat je die nog even kan zien. Want ik heb dus toen bij de IKEA een, ja, make-up vanity gekocht. Dus zo'n tafel met allemaal laadjes en een make-up spiegel met allemaal lampjes erin. Ik heb dus allemaal make-up daarin ingedeeld. En vandaag is de dag dat jij kan zien hoe ik mijn make-up heb ingedeeld en hoe het eindresultaat is geworden van mijn make-up vanity. Ik zelf ben er super blij mee, want echt, het is echt helemaal perfect. En heb je altijd al willen weten wat voor make-up ik allemaal heb, dus dat kun je het vandaag weten. En dat ga ik dus allemaal filmen. Dus blijf zeker even kijken en doe een duimpje omhoog. Dan gaan we gauw beginnen met de video. Nu komt het. Het eindresultaat. Nou, laat ik het gelijk laten zien aan jullie. Dit is dus geworden. Deze kasten, die twee, die zijn verschillend. Maar die komen van de IKEA. Ik heb hier mijn badjas, omdat ik daar geen plek voor had. En dat zit gewoon lekker. En dus gewoon een oude stoel. Maar ja, zo heb ik het een beetje ingedeeld. Ik ga jullie alle dingen in de laadjes laten zien. Hoe ik mijn make-up allemaal heb ingedeeld. Dat zit allemaal in bakjes. Gaan we snel beginnen. Nou, ik heb hier dus mijn parfum staan. Ik heb hier mijn spiegel staan met al mijn lampjes. En hier heb ik kwasten en lipglossjes en lippenstift. Dus ik ga jullie nu alles laten zien. Nou, dit is mijn parfum stash. Ik heb hier een plateau. En deze plateau komt gewoon van de Action. En hier heb ik al mijn favoriete parfum uitgestald. En ja, dit vind ik er gewoon heel mooi uitzien. En dat op mijn hele beauty tafel vind ik dat gewoon heel luxe-achtig ogen. Nou, ik heb hier een paar favoriete parfums. Dit is Olympia, dat is echt een favoriet van mij. En deze is ook echt heel lekker. Deze Modern Muse Nuit. Deze ruikt super zoet en lekker. Ja, echt heel fijn. Dus ik heb hier al mijn parfum. En dat vind ik heel mooi om hier neer te zetten. Dus dat heb ik dan ook aan deze kant van de tafel staan. Nou, dan heb ik daar de spiegel. En waar ik heel veel vragen van heb gekregen. En die lampjes komen gewoon van AliExpress. Die heb ik besteld. Dan heb ik deze spiegel. En deze spiegel komt ook gewoon van de IKEA. Die heb je in mijn vlog kunnen zien. Het is gewoon een hele fijne spiegel met twee kanten. Een dichtbijzijnde kant. En dan gewoon een normale kant. En die heb ik hier staan. En als we hier wat verder kijken, zie je al mijn lipproducten. En daar gaan we nu even heen. Nou, dit zijn al mijn lipproducten. En dat heb ik heel mooi in van die organized bakjes liggen. Dit zijn dan ook al mijn, dit zijn allemaal matte lipglossjes. Hier ben ik super blij mee. En dat heb ik dus daar liggen. Dit zijn wel echt favoriete lipglossjes van mij. Dit zijn die van de Primark. Die zijn echt super fijn en super mooi mat. En dan heb ik hier ook nog gewoon allerlei andere matte lipglossjes. Die ik vaak gebruik. Deze bijvoorbeeld van Sleek. Die is heel mooi roodachtig. En heel mooi mat hoog die op. Ik kan wel even een swatch maken. Echt super mooi donkerrood is die. Echt zo'n mooie winterkleur dit. Dus dit is echt helemaal mijn ding. En die heb ik hier. Dan heb ik hier nog allerlei andere lippenproducten liggen. Ik ga even inzoomen. Zo. Ten eerste zijn dit losse bakjes. En deze bakjes kun je allemaal kopen bij de Action. En hier zit dus een heel groot gat. En daar past dus dit bakje precies in. Dat is een beetje zo'n rondachtig bakje. Dus die heb ik daar dan ook in gedaan. Voor meer opbergruimte. Maar goed, laten we beginnen bij deze lipproducten. En hier heb ik dus op een rijtje mijn MAC producten. Dat zijn echt hele mooie producten. Ik heb hier bijvoorbeeld Faux. Nou ja, ik denk dat iedereen die wel een beetje kent. Super mooi is die. Droogt, ja, is gewoon heel mat. Ik hou echt van matte kleuren en nude kleuren. Dus dat heb ik hier. Nou ja, dan heb ik hier nog van de Ethos die lipkleuren. En die heb ik dan hier liggen. Nog wat van de Essence. Dit is trouwens echt een hele mooie dupe. Deze van Essence. Deze lijkt dus op wat ik net heb geswatcht. Die van MAC. MAC Faux. En dit is Essence 05 Cool Nude. Ik zou hem eronder swatchen. Kijk. Echt bijna dezelfde kleur. Dus als jij de MAC lipstick te duur vindt en je wilt heel graag faux hebben, zou ik dus deze van Essence doen. De Cool Nude 05. En dan heb ik hierboven dus zo'n heel rijtje met allemaal lipverzorging producten. Dus eigenlijk allemaal lippenbalsems en babylips. En noem het maar op. Dat heb ik dus hier liggen. Nou, dan gaan we naar dit hier. En ja, dat is een
een beetje rommelig, maar dat kan gewoon bijna niet anders. Ik heb dus hier vooraan wattenstaafjes. Nou, dan heb ik hier nog wat random lipproducten. Lipsticks, deze bijvoorbeeld. Deze is ook heel mooi. Heel donker, ook wel weer een beetje kersachtig donker. En dit kun je dus heel leuk dragen in de herfst of in de winter. Parfumtestertjes, omdat dat daar perfect in paste. Hier nog wat lippenpencils. En dat heb ik hier ook nog een beetje. Dus ja, dat. En dan heb ik hier dus een hele voorraad aan splies voor je wenkbrauwen om dat door te kammen. En dat heb ik dus daar allemaal liggen, want dat past daar perfect in. Dus dat is een beetje mijn stash wat ik op mijn tafel heb liggen hier. En dan heb ik hier natuurlijk nog kwasten, dus ik draai de camera even bij. Ja, hier heb ik dus mijn bakjes met kwasten. Nou, in dit bakje heb ik eigenlijk kwasten die ik haast nooit gebruik. En dit zijn kwasten die ik elke dag kan gebruiken of al mijn oogkwasten, want daar wissel ik heel erg in. Nou ja, ik heb hier bijvoorbeeld die van Real Technique. Deze hele fijne, zachte kwast. Die is super fijn en die gebruik ik dan ook elke dag. Nou, ik heb hier gewoon zo'n tandenborstelkwast. En deze is ook heel erg fijn. En daar blend ik eigenlijk alles een beetje mee uit. Je ziet dus heel veel deze. Dit zijn eigenlijk allemaal kwasten die ik op AliExpress heb besteld. Deze soort. En die zijn super zacht en echt een aanrader. Ja, ik vind deze ook allemaal heel mooi. Dit zijn allemaal oogschaduwkwasten heb ik. Bronskwast gebruik ik hiervoor. Nog een Real Technique kwast. Nou ja, en zo heb ik van alles wat. En deze hele grote poofy kwast, die gebruik ik eigenlijk niet. Maar vind ik gewoon te zacht en te leuk om hierbij neer te zetten. Dus dat is zeg maar mijn hoekje hier. En dat was eigenlijk ook alles wat hier zo op mijn stash staat op mijn make-up tafel. Dus hier heb ik dit. Een heel leuk roosje. Mijn spiegel met lampen. Hier de spiegel. En hier dus parfum en een kaars. En nu gaan we verder naar alle laadjes. Dus eigenlijk al mijn make-up. En die heb ik dus helemaal georganiseerd in bakjes. Van die bestekbakjes. Dus ben jij benieuwd? Blijf vooral kijken. Dan gaan we nu snel door naar mijn make-up in de laadjes. In het eerste bakje heb ik eigenlijk mijn everyday make-up stash. Dit is dus mijn everyday make-up stash. En ik ga beginnen. Dit is trouwens dus die bak van de IKEA. Een bestekbak. En daar heb ik alles een beetje in georganiseerd. Dus laten we beginnen. Nou, in deze grote bak heb ik eigenlijk grote producten. Ik heb hier mijn fixing spray die ik dus elke dag heel graag gebruik. En deze is van de Ethos. Deze Nivea Men, ja, aftershave. Ik gebruik hem dus als een primer. En ik heb dus wat highlighters waar ik dus eigenlijk nooit kan tussen kiezen. Dus ik heb er gewoon wat meer in gedaan, zodat ik elke dag wat anders kan gebruiken. Ik heb dus deze Lunar Glow highlighter palet. Die heb ik dus in de vorige video gebruikt. Super mooi. Als jij wil zien wat het resultaat is, ga dan vooral die video even bekijken. Het lijkt allemaal heel paars, maar echt, het is een prachtig palet en dit doosje is gewoon al te mooi voor woorden. Dus die heb ik hier helemaal in. Dan heb ik hier eigenlijk een soort van foundation concealer bakje. Ik heb hier mijn alledaagse Maybelline foundation. Die gebruik ik dus elke dag. En mijn Catrice concealer. En hierin, in dit bakje, heb ik de foundation die ik de vorige video heb gebruikt. Van de Primark. Die was dus kapot gevallen en die past perfect in dit bakje. Iets te wit voor mij, maar daarom kan ik hem een beetje mengen. Nou ja, een wimperkrullen heb ik hier, een mascara en mijn favoriete make-up spons van de Real Technique. Die heb ik hier gewoon liggen. Dan gewoon een witte poeder die ik gebruik bijna op. Mijn bronzer en dan hier highlighters en mijn wenkbrauwpoeder die ook bijna op is. Dus ik ga gewoon allemaal nieuw make-up halen. Nou ja, en dus deze highlighter palettes van Sleek. Lijken op elkaar, is niet hetzelfde. Ik kan het wel even laten zien. Deze. Dat heb ik dus in deze la. En dan gaan we gauw verder met de volgende la. Nou, en hier heb ik dus eigenlijk allemaal make-up wat ik niet elke dag gebruik, maar wel gewoon fijn vind. Ik heb hier bijvoorbeeld dit Ethos paletje met highlights en blushes. Super mooi. Nou, verschillende highlighters. Deze Goddess Love I Heart Makeup. Ook heel leuk. Deze Revolution highlighter. Ja, en zo heb ik dus van alles wat. Ik heb hier mijn backup stash. Dit. Dus hier heb ik 3 backup mascara's. En
nog 2 backup concealers en een eyeliner. Dus dat heb ik hier in dit bakje. En dan gaan we hier kijken. En hier heb ik eigenlijk dus echt overige producten wat ik eigenlijk niet echt gebruik. Een eyeliner, nou die gebruik ik niet echt heel vaak. Een wenkbrauwgel. Nou die vind ik te donker voor mij, dus die gebruik ik eigenlijk ook niet. Nou en dan hierachter heb ik nog een losse poeder van Catrice. Gewoon een witte losse poeder. Blush, bronzer, sponsjes als backup. En nog dit Maybelline paletje. Met bronzer en blush highlighter. Dus die heb ik hier liggen. Zo. En dat zit dus eigenlijk in deze la. Dus eigenlijk allemaal make-up wat ik niet elke dag gebruik. Maar wel fijn vind om zo eens te pakken en backups. Dan gaan we verder met de volgende la. Mijn derde la. En hier zit al mijn oogschaduws. Nou dan heb ik in dit hoekje vooral mijn oogschaduws die ik heel graag gebruik. Deze is gewoon al hier van de tekst af. Die kent iedereen wel, dit Revolution palet. En dan heb ik hier paletjes die ik wel heel mooi vind, maar niet elke dag meer gebruik. Dit paletje bijvoorbeeld ook heel mooi, maar heel fel. Dus hier speel ik heel erg graag mee. Nou, dat is niet dat ik dit elke dag op zou doen. Dat heb ik een beetje hier liggen. En dan heb ik hierachter gewoon een random paletje. Hier een van Ethos, ook heel mooi paletje. Die heb ik hier liggen. Nou ja, hier nog wat paletjes. Deze is bijvoorbeeld van Essence. Dus dat heb ik hier. Ik heb hier ook nog wel een vet paletje. Ook een heel groot mooi palet met allerlei kleuren. Hier kun je echt wel wat mee. Dus dat heb ik hier. En hier gewoon Action paletjes, maar die vind ik niet zo fijn. Dus dat heb ik in deze la. Al deze grote paletjes. En dan gaan we weer naar de vierde la. Deze vierde la heb ik make-up wat ik eigenlijk nooit meer gebruik. Nou, dit Action grote contour blush palet. Ja, de kleuren die ik gebruikte, die zijn op. En dit is echt veel te fel en vind het gewoon niet zo heel fijn. Dus deze. Ja, dit zijn wimpers van Masha. Die gebruik ik gewoon niet elke dag. Dus dat heb ik ook hier. Ik heb hier een highlighter waarvan de deksel eraf was. Waardoor ik het in dit doosje heb gedaan en het past perfect. Dit is gewoon die Essence of Catrice highlight. Ik weet niet meer welke het was. In ieder geval deze heb ik hier. Dan heb ik echt, deze kan ik eigenlijk net zo goed weggooien. Oude sponsjes die ik echt al heel lang heb. Ik heb hier nog lipproducten. Die gebruik ik wel heel vaak. Ik heb weer dingen waar ik nog moet testen. Dus dat. En hier gewoon random foundations. En dan gaan we weer door naar de laatste la. En dat is nagellak. Nou, in deze grote bak heb ik zeg maar mijn alledaagse nagellak. Dus wat ik elke keer wel op zou kunnen doen. Dit zijn mijn favorieten. Dat is vooral die van Sally Hansen zijn. Die vind ik gewoon super fijn en blijven heel lang zitten. Van die gel nagellakjes. Ja, en deze kleuren vind ik gewoon super mooi. Dan heb ik hier ook hele fijne nagellakjes die ik ook heel graag gebruik. En hier gewoon een olie en een topcoat. En dan heb ik hierachter eigenlijk gekke kleuren. Hier heb ik, nou ja, echt random kleuren door elkaar staan. Hier een beetje rood-roze. En hier echt gekke felle kleuren bijvoorbeeld. Deze is super fel. Deze is dus donkerblauw. Nou ja, dat pak ik ook niet echt meer. Deze vind ik nog wel best wel vet. Maar ik pak gewoon het liefst lichtroze van die nude kleuren. Dus dat heb ik hier helemaal uitgestald. En dat zit in deze la. Dan gaan we door naar deze ladekast. En hier zit echt niet echt make-up meer in, maar allerlei andere dingen. Laten we beginnen met de eerste la. En hier zit eigenlijk, ja echt kijk één keer hoeveel. Hier zit mijn bril in, want ja, ik heb een bril. Ik kan hem wel even laten zien. Want ik denk dat heel veel het eigenlijk helemaal niet weten. En ik draag vooral mijn bril bijvoorbeeld naar het werk of naar school. Ik heb gewoon deze zwarte bril. Dus die. En dan heb ik nog een zonnebril op sterkte en zo. En hierachter heb ik dus een hele voorraad aan make-up doekjes. Want dat gebruik ik om mijn make-up eraf te halen. Dus dat zit eigenlijk in deze la. Dus niet heel bijzonder, maar is er wel. Dan gaan we door naar de tweede la. En in de tweede la heb ik eigenlijk een beetje mijn verzorgingsproducten. Nou ja, hier heb ik gewoon random mijn wenkbrauwverf setje van, die kun je bij de Kruidvat kopen. Verf naar mijn wenkbrauwen. Als jullie willen zien hoe ik dat doe, let me know, dan maak ik daar wel een keer een video over. Tenzij jullie dat niet boeiend vinden, dan doe ik dat niet. Maar dit is echt een heel fijn product. Ja, en hier heb ik dus eigenlijk een beetje mijn dagcremes. Ik heb bijvoorbeeld deze van Clinique. En een olie. Deze olie trouwens, echt ruik hem een keer in de Kruidvat. Kun je deze kopen? Dit is de, oh ja, ik kan het nooit uitspreken. De Bad Bab of zo. De geur. Ruik hem een keer. Super lekker. Alleen al voor de geur doe ik hem op.
En dit is dus mijn alledaagse dagcreme. Deze van Olas. En dan heb ik hier nog zo'n dikke nachtcreme van Nivea en een waterspuitje. Dus dat zit in deze la. Dan gaan we verder naar de derde la. En in de derde la heb ik mijn maskers liggen. En wat je vooral bovenop dus ziet is zo'n sheet mask. Maar die past eigenlijk nergens. Dus die heb ik even erbovenop gelegd. Deze is gewoon van de Action en Vlinder. En die vond ik heel grappig. Maar hier heb ik dus al mijn maskers. En ik heb hier bijvoorbeeld een neusstrip van de Action. Deze bubbelmasker, die is echt super grappig. Ik heb hier zo'n zwarte masker voor meeeters. Zo'n peel-off, ook heel grappig. Of deze van Dr. Van der Hoog, ook altijd heel fijn. Ik heb wat random Zwitsal. En hier wat achter wat random testertjes wat ik nog een keer wil testen. En deze kennen jullie ook van mijn favorieten, ook van de Action. Dit is een hele fijne klei masker. Dus deze zit ook hierin. En dat is dus een beetje wat in deze la zit. Dus eigenlijk allemaal maskers en die doe ik dan lekker een keer op. In deze vierde la heb ik eigenlijk allemaal random dingen. Ik heb hier horloges. Had ik meer geen plekje meer voor. Ik heb hier wat zonnebrand. Een haarolie. En ja, die vind ik zelf ook niet zo fijn. Een random mousse. En nog een haarspray. Gewoon water is dat. Dus dat heb ik eigenlijk in deze la. En die twee onderste, dat is echt prut. Dat gebruik ik eigenlijk ook niet. Dus ik kan het wel laten zien, maar het is niet dat je veel ziet. In dit zit dus mijn haartangen en een koptelefoon, een grote donut voor je haar. Zo, nou ja, niet zo boeiend. Dus dat zit eigenlijk in deze laadjes. Goed, dit zit er dus allemaal op mijn beauty stash. En dit is alle make-up wat ik heb. Ik heb ook heel veel weggedaan wat ik gewoon niet fijn vind. Of weggegeven aan mensen, aan mijn zus bijvoorbeeld, die wordt daar ook heel gelukkig van. En ik ben hier super blij mee. En ik vind het fijn dat ik alles lekker geordend heb en in bakjes heb. Dus zo is het voor mij heel erg praktisch en fijn om te werken. Ik word er helemaal gelukkig van. Dus vond jij het nou leuk om te kijken, doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video.